Ik ga even de opname starten. En dan is het goedemorgen, meester. Ten eerste, welkom bij het preview-scenario van Noordoost-Nederland versie 6. U mag vandaag een stoptrein gaan rijden van Groningen naar Leeuwarden. U zult tijdens deze rit ook stoppen te Leeuwarden achter de Hoven. Open de deuren en maak de treingerit een fijne rit. Even kijken, pauze ervan af. Deur even open doen. Verlichting. Heel belangrijk. Even kijken. Is dit gekke ding trouwens geen koersborden of zo? Of tenminste kun je de koersborden van de... Oh, toch wel. Even kijken. Even op zoek naar Leeuwarden. Let's go, Leeuwarden. We hebben hem erop kunnen zetten. Eindelijk. Zo. Ik zag dat er een shout-out werd gedaan naar mij voor heel leuke livestreams, YouTube en heel veel love voor mij. Nou, dankjewel Trainspotter Kenan. En dan was nog heel erg bedankt allemaal voor de Hype Train niveau 4 die we gehaald hebben. Goed bezig allemaal, goed bezig. Die staat bij... ik mis... Hoe kan ik de overkapping missen? Dat kan niet. Want ik had namelijk geen missende dingen meer. Ik had namelijk alles verder, hoe het had, geïnstalleerd en zo. Dus ik moet hem wel gewoon hebben. Ik heb met RW-tools of met TS-tools en dergelijke, heb ik alles nagekeken namelijk. Oh, oké, nou ja. Geluk bij een ongeluk dan, maar... Vreemde dingen zijn het hier in ieder geval. Nee, klopt Noes, maar ik heb alle dingen van Gert, die heb ik opnieuw gedownload namelijk. Die, tenminste, en... That's it eigenlijk. Alright. ATB trouwens nog eventjes. En dan gaan we nu op weg naar station... Zuidhoorn. Zuidhoorn, spoor 2. Nee, als het goed is, moet ik echt alles hebben, Matthijs. Want ik heb de dingen van Frieson, van Geert. Alles heb ik opnieuw gedownload, dus... Alright. Let's go. Handen, dat gaat eigenlijk gewoon vanzelf, in alle eerlijkheid. Ik bedoel, ik had trouwens vrij snel het idee dat ik treinen überhaupt hartstikke leuk vond. Jij kunt je huis straks zien. Nice. Yep, we gaan zo meteen linksaf als het goed is inderdaad. Tenminste, dat is het idee. Discord geluiden? Ik hoorde geen Discord geluiden. Nog nooit in zo'n trein gezeten? Ik heb dit stuk zelf ook nog niet gereden. Rijden met één motor? Mijn god, daar ben je ook wel even bezig. Alright, op naar 100. Ja, zeker Matthijs. Die heb ik absoluut gedownload. Even kijken. Ja, absoluut. Absoluut. Daar ben ik 100% zeker van. Dat weet ik niet, Kenan. Ik weet dat het scenario de OSRM is gemaakt. Maar ik weet niet of die standaard wat meer geleverd met de route. Beter als... Of ik op F1 kan klikken? Jazeker wel. We gaan dus naar Zuidhoorn. Grijpskerk. Buitenpost. De Westerin. Veenwalden. Harde Gariep. Leeuwarden, Kamminga, Buren.
Leeuwarden achter de Hoven en Leeuwarden spoor 8. Dat is in ieder geval waar we naartoe gaan. Ja, Leeuwarden achter de Hoven inderdaad, ja. Dat klopt. Harde griep, ja. Tenminste, zo spreek je toch harde griep uit, dacht ik, of niet soms? Tenminste, ik dacht dat je het zo uitspreekt. Want als ik onbekende stedennamen tegenkom, dan is het wel heel erg bijzonder voor mij namelijk. Of harde griep. Wat hoor ik? Griep? Ja, dat inderdaad, ja. Oeh. Wat is dit dan, waar we nu doorheen rijden? Oh, wacht, zal ik ook even de Third Rails Maps zo meteen aanzetten? Kan ik wel even op station Zuidhoorn doen, denk ik. Hurde Gariep, oké. Nee, ik heb het nog niet aanstaan. Ik heb de map nog niet aanstaan. Doe ik zo meteen in Zuidhoorn wel eventjes tussendoor. Oh, hier is die hier is de G20 de vrachtwagen aangereden, ja? Nou, ik tuut hem even voor de zekerheid nog een keertje. Was het niet hier, of wel? Nee, was verder achter de... Oké, daar pas. Vlak bij Leeuwarden. Oh, eens mogen we nou 120 rijden met een dieseltreintje? Poggers! Dat vind ik wel nice. Normaal gesproken rijden niet zwaar met die GTW'tjes, maar... Als je een keertje hard mag rijden, waarom niet? Straks nog harder. Spoilers! Sst! We weten van niks. Zo. Even lekker vasthouden, 120 km per uur en lekker veel weiland. Weiland, ikland, jijland, weilanden. 200 meter GTW, zie je dat voor je? Gassen tot die vlam uit de pijen komt, of niet soms? Geen bovenleidingportaaltjes, nee, inderdaad, het is hier redelijk kaal, hè, zo'n bovenleiding. Dat kan volgens mij niet, Lisa, even uit mijn hoofd. Het rijdt wel lekker zo. Lekker rustig ook. Lekker niet heel veel dingen om je heen en dat soort dingen. Oh ja, dit is NG inderdaad, ja. Is dit NG? Oh ja, nieuwe generatie. Klopt ook inderdaad. Ja, gewoon mij dan zeggen, dat kan niet. Koekoek. Hoeveel FPS hebben we hier? Eigenlijk straks 60. We hebben hier straks 60 fps. Ja, dat klopt inderdaad, koplopen. NG alles, alles NG. Hey Supergames, welkom. Vicky. Oh, dat ben ik vergeten. Nee, doet het niet. Hij telt wel op. Maar kan alleen niet uitspreken. Omdat de bot die het uitspreekt, daar is de authenticatietoken van verlopen. En ik ben net vergeten om hem te verversen. Dus, hij telt wel op, maar kan alleen niet uitspreken. Daar komt echt een klein beetje op neer. Welke firma? We rijden momenteel met Arriva. De ATB werkt nu wel goed. Ja, dat mag toch wel hopen inderdaad. Je kan inderdaad niet harder dan 142. Oei. Nou, dus dan geeft hij even een beetje lastige remmetjes. Want hij heeft al heel snel last van wielslip, zoals je kunt zien. Want dit ding remt namelijk heel erg vervelend. Oprecht. Dit ding remt echt heel vervelend, zoals hij momenteel is trouwens. Oh, dat is bijzonder. Dat hoort niet in ieder geval OSRM. Zo. Rij je echt zo het station binnen? Rij je het station binnen met zo'n heuvel naar beneden hier?
Dat is bijzonder. Ik heb nog nooit dat je gezien dat je een station met een heuveltje naar beneden binnen reed, eerlijk gezegd. Het ziet er wel geinig uit. Oh, de pneumatische remmen bedoel je denk ik, Lady Lisa. Kan je ook gebruiken, inderdaad. Oh, we krijgen ook al een tegentreintje. Ja, ik zeg alleen, het ziet er wel geinig uit, Noest. Het ziet er wel geinig uit. Zo. Even de deurtjes open en dan gaan we hier eventjes... Zo, even omhoog natuurlijk, want ik wil jullie graag eventjes... Station Zuidhoorn laten zien natuurlijk. Terwijl hier nog een andere trein even gezellig naar binnen komt rijden. We zijn aangekomen bij station Zuidhoorn. Dus vanuit de cabine heel mooi te zien. Bordje van Arriva. Third Rails komt eraan. Ja. Gewoon type Bjorn de Wilkens helpen, toch? Even kijken, play. Start service. Even kijken of je dit kan laden, ja of nee. Ziet er wel mooi uit trouwens, lekker station Zuidhoorn. Het heeft ook wel iets kleins, maar toch leuk. Alright. Wij mogen weer vertrekken, terwijl de andere trein ook vertrekt. Mochten we trouwens uitrijden? Ja, ik denk het wel, though. Ik hou ook gewoon, die zijn er gewoon compleet niet in de gaten. Ik ga er gewoon vanuit dat we door mogen rijden. Even kijken, even scrollen naar de N. Waar staat... Versie 6. Ja, nou, dit ding inderdaad. Die. En die. En dan okidokie. Zo. Treinnummer. Hebben wij een treinnummer, jongens? Hebben wij een treinnummer voor vandaag? Ja, de RS1. Maar... Hey. RS1. Groningen. Leeuwarden. Zo. Ik heb hem even aangezet. Trainmap staat aan, jongens. Dus jullie kunnen het eventueel volgen indien nodig. En nu wil ik me gewoon lekker focussen op deze route als je het niet erg vindt. We gaan nu in ieder geval op weg naar Greepskerk. Wat is dit hieronder? Is dat van de Third Rails? Kst. Waarom staat dat hier? Oh, de 374. Oké. Okay. Ja. Prima zo. Nou, en nu wil ik me lekker focussen op de route. Heh. Maar we zijn namelijk bijna bij Greepskerk. Benieuwd hoe dat eruit ziet. Laten we liever niet over de firm praten. Laten we straks lekker met de firm gaan rijden. Zit iemand in de Rupke server op Discord? Ik zit in de Rupke server, Hanne. Ja, maar dat is een beetje hetzelfde als met Noord... Nee, met het oosten van Nederland clip, meneer. Daar heb je ook heel veel weiland. Ja, we hebben nog gewoon heel veel weiland in Nederland. Kun je op zich niet heel veel aan doen. Ben ik bang. Is er niet uitroepteken Discord? Dat je dan automatisch het linkje van Rupke krijgt?
Uno reverse card, let's go. Nee, ik denk uitroepteken Discord. Yes. Gaan we ook in Oostenrijk wonen. Berg, berg. Hey Romy, welkom. Dat is ook wel een klein beetje waar kop lopen. Je kunt ook gewoon de ondergrond groen laten zonder ook maar iets te doen. Als we met de firm gaan rijden, dan moeten we goed letten op de reactie van koploper Mau. Ik ga niet met de firm rijden omdat ik koploper Mau wil pesten ofzo. Dat is zeker waar koploper. Wellicht hebben we een beetje pneumatische hulp nodig met remmen. Misschien ook niet. Dit zal wel gewoon het einde van de perron zijn, denk ik. Ja, Nederland is gewoon op sommige trajecten een beetje saai klippen. Ja, maar het is aan, als jij zegt dat dit stuk saai is, dan heeft de routebouwer heel goed zijn best gedaan om het saaie stuk gewoon letterlijk saai na te bouwen. Niet iedereen kan dat namelijk. Het is heel moeilijk om iets saais na te kunnen bouwen dat het ook saai lijkt. Probeer het maar eens. Clip is ook heel saai. Je zou het haar zeggen, koploper. Hey, naamgenoot, welkom. Koploper had net een link, Hanne. Voor Discord. Hier, leer de release even nog een keer gedaan. Er zit een time-out op, Hanne. Maar als je die aanklikt, dan... is het gewoon helemaal goed. Ik wil nog wel even... het is niet, je kunt niet heel veel aan Grijpskerk zien in alle eerlijkheid. Maar ik dacht van laten we nog wel heel eventjes... het station observeren. Observeren, hoor mij dan. Het is heel even het station... Dames en heren, wat we hier zien... Als we heel langzaam naar voren sluipen... Dit schijnt een GTW te zijn. Je moet niet al te hard lopen... Want voordat je het weet is die in één keer verdwenen. Men ziet niet heel vaak een GTW in het oosten, dus om dit op de foto te leggen is een zeer zeldzaam exemplaar. Yes, we hebben hem. Bel trainingsleider. Mag der gevonden. En hier zie je een wilde GTW in zijn natuurlijke habitat. Ja. Zijn natuurlijke habitat is vaak ergens waar geen bolverleiding zijn en dat soort dingen. Yep. Tractiekraan heb ik vol opengedraaid, Matthijs. Gaat helemaal goed komen. Tegen niemand zeggen dat je een GTW hebt gezien. Nope. Hebben we wel zin in om met Arriva, Limburg en Vrieroom... Ja, dat kan ik altijd op Andy, toch? Rijdend hok. Dankjewel, Gerben, voor het applausje. Wat is dat voor een ding dan? Shush. Oh, schijnbaar. Een nieuwe Twitch Global. Geinig. Als ik hier rij in mijn train simulator, dan is het helemaal niks. Nee, dat klopt inderdaad, Dust Train Fan. Omdat in jouw versie waarschijnlijk hier nog niks gebouwd is. Het laatste stuk weiland, always. Een shout-out naar mijn goede jongen voor humor. Dankjewel, Panto Studios. Na buitenpost lekker gebop. hallo, ik ben weer terug. Oh, even. 140 cruise control, dat zie je ook niet vaak met een GTW. Even een drijfbijtje doen. Wat is dit? Oh, wat de hel is dit voor overweg, jongens? Over onbewaakt gesproken. Goeiedag, hé. Is even de koekeloeren hier nog? Let op, bij wit knipperlicht veilig. Oh, heel goed. Er komt nog een tegentrein aan.
Een Winx. Of Wink. Zonder verlichting. Die haast de sleutelsteen er niet aan. Volgens mij. Ja, Zoef inderdaad, ja. Wink. wat denk je dat ik nou aan het doen ben, Drake? Deze video komt ook gewoon op YouTube. Wat is dat? Wel, oh mijn god, we zijn in Friesland. Oh mijn god, dames en heren, wie bent in Friesland? Oh mijn god. Train Simulator in Friesland, het is gebeurd, dames en heren. Wat is dit nou weer van bord? Nou, welkom in Friesland. Emotioneel moment. We zijn allemaal aangekomen eindelijk. Wacht even, dames en heren, wij zouden hier prima... Bliefjes hype voor kunnen gebruiken. Bliefjes hype voor Friesland, dames en heren. Welkom in het land waar het vriest. Hey. Frietjesland. Announcement. Mooi weer in Friesland. Beetje onrealistisch. Geloof je het niet? Ook in Friesland kan het gewoon mooi weer zijn. En jij woont in deze provincie? Oh, even stilstaan jongens, anders gaat OSRM weg. Ik zie de bossen al komen, poggers. Ik ben slechts één keer in Hoorn geweest. Rit van ruim 3 uur, poah. Ik kan wel janken, Tracy, ja. Het enige, we hebben Leeuwarden straks natuurlijk ook koplopen. Maar, even kijken. Er komt waarschijnlijk ook nog een keer een moment dat wij Limburg moeten hebben, toch? In Train Simulator. Nou, vast een beetje gaan remmen. Waarom heb je bovenleiding nog op het dieselspoor? Nou, ik zou het niet weten. Behalve als je een Winx hebt. Hengelo bestaat semis. Hengelo bestaat semis. Ik bedoel, Daniel heeft wel al Hengelo gebouwd, hoor. Het volgende station is Boetenpost. Station Buitenpost. Links uitstappen. Ho, is. Hengelo, oh, oh. Ik ga ooit die hele 1800 afmaken. Hoe bedoel je OSRM, de 1800? Ja, dat zal wel logisch zijn, koplopen. Dat ze in ieder geval dat ze een beetje de bende kunnen opladen. Dat is wel handig, inderdaad. Anders gaat het ook zo lastig, hè? Oh, dat is meer een stuk OSRM. Goeiedag, hé. Is. Rutger liggend streepje 20 just resubscribed voor 28 months, alweer 28 maanden resub hype. Times fly when you having fun. Goedemiddag Björn. Rutger, dankjewel en natuurlijk van harte welkom en bedankt voor de voor de 28 maandjes alweer. En Pixler, bedankt voor de dikke tyfoon. Mijn tyfoon is helaas niet zo heel bijzonder. Dit is mijn tyfoontje. That's it. Alright, nu hier toch stilstaan. Hé, hey, kom op, even uit de trein jij. Welkom op station Buitenpost, dames en heren. Hij zit wel binnen deze post, maar... Dit is buiten de post. Dit is binnen de post. Is dit echt zo'n rode kaartclip, meneer? Alleen als je naar Groningen rijdt, is het buitenpost. Als je naar Leeuwarden rijdt, is het binnenpost.
Buitenpost.nl. Ja, dat ziet er zeker wel goed uit, absoluut. Oeh, ziet er goed uit, liefst. Yellow card. Ja, ik heb geen commando domme clip, de Strain fan. Oh, er komt een tegentreintje aan. Niks! Dankjewel, René. Oh, dat we wel misschien kunnen doen. We hoeven toch alleen maar weg te rijden en tractie te geven. Zo. Oh, de timing is heerlijk. Vind ik. Yo, dankjewel Chrissy. Ik was al wakker, maar nu ben ik nog meer wakker. Alright. Op naar station Westereen of Wester... Ik denk Westereen. De Westereen. Nee, ik sliep niet, Gerben. Nou, helemaal niet. Westereen. Ja, zo klinkt meneer. De Westereen. Er is er maar één. Dat is de Westereen. En na Westereen krijg je Wester 2. Hallo Amploxo. Ik denk dat je het zo zegt. En even... Oh, fun fact, dames en heren. We rijden zometeen door Egypte. Ik verzin het niet. Dames en heren. Oh, there we go. Vectron 57, just resubscribed voor 2 mons. Rup koekoe. Herhaling. Tutuut! Tutuut! Dankjewel René voor de... Dankjewel René voor de NS-remix. En eventjes kijken. Vectron, bedankt voor de resubscriptie voor 2 maandjes alweer. Welkom. En bedankt voor jouw resubscriptie. Nani? Ja. We kunnen René bedanken voor weer een mooie energizer. De NS-remix. Dus dankjewel daarvoor, René. Daar maak je de chat weer mooi wakker mee in ieder geval. Ja, ik zal de deur even open doen. Dankjewel, Vectron. Leuk dat je er bent. Een NS-remix op het Arriva-lijntje. Is dat bijzonder of is dat bijzonder? Dat is heel bijzonder. Ja, mooi René, dank je. Thank you very much. Jora? Niks! Dankjewel, Chrisley. Ik kijk voor het eerst, maar wat heb jij een actieve chat? Leuk om te zien. Ja, dat is dus donders mooie community, Jora. Ik weet niet hoe ik de... Als ik de klemtoon bij jouw naam verkeerd leg, Jora, dan gaat het helemaal fout. Dus ik hou het maar op Jora Nus. Ik leg de klemtoon niet bij de A als je het verkeerd legt, als je het niet erg vindt. Dat weet ik ook wel. Daarom dat ik het ook eventjes zo doe. Alright, we remmen even af voor de Westereen. Een zeer gevaarlijke buurt heb ik gehoord. Nee, dat is niet waar. Ik heb geen idee. Water M. Wil je niet mensen indirect verplichten om om bits te doneren voor bepaalde geluidjes? René, bedankt voor de draaialgol. Dat waardeer ik. En Vectron, bedankt voor de ATB-bel. Dat is echt
Bedankt daarvoor, jongens. Nee, het kan zijn, Christian, dat de stream van mensen een beetje achterlopen en dat je dan net te laat dit hoort. Daar kun je niet heel veel aan doen. Dus, kan gebeuren. Ik heb mijn dingetje kunnen zeggen. In ieder geval, Vectron en René, bedankt voor jullie geluidjes. Wordt gewaardeerd. Daarom zet ik het spel ook even op pauze, want dan kan ik dit even tussenuit knippen voor de YouTube-video. Dat is even wat beter. Alright. Dames en heren, station Westereen. Oh, staan we nou trouwens een beetje schuin? Staan we in een soort van... Dit lijkt wel een beetje... Ja, we staan schuin. Dit is een verkanting. Ja, de Westereen inderdaad. De. Wat cool. Een station waar je in verkanting staat. Dat is wel leuk, toch? Dat vind ik wel leuk. Hier kunnen we een leuk voordeeltje maken, trouwens, als je hier gaat staan, toch? Ga eens weg, man. Staat in de weg. Zo. Verkanting hype, inderdaad. Ik kan uit ervaring zeggen dat je hier heel ver kan kijken op het puntje perron. Dat geloof ik direct. Op Dam heeft ook verkanting. Oh, ja, dat zou wel kunnen. Maar ik weet alleen niet of dat al in die route zit, naar eerlijkheid. Alright. Op naar Leeuwarden. Let's go. Nee, dat is nog een beetje een te oude route, denk ik, daarvoor, toch? Oké, op naar een station wat ik niet kan uitspreken. Vienwalden, denk ik. Vienwalden. Ja, het zal wel. Ik kan geen Fries. Überhaupt een A met een dakje erop is voor mij heel bijzonder. Vienwalden, dankjewel. Check zo links even. Hoe bedoel je links, Matthijs? Oh, de haven. Wanneer komt de haven, Matthijs? Komt die nu al of straks bij het station pas? Achter mij. Oeh. Allemaal boten, jongens. Gewoon mooi, dat klopt inderdaad, ja. Wel veel Turkse supporters hier in ieder geval. Daar in dat kleine café. Poh, inderdaad, ja. Dankjewel, Ozerem. Aan de haven. Zie ik daar nou een draaiorgel? Nee, die zijn hier niet. Waar? Waar? Want ik word helemaal spastisch als ik dat ding hier zie. Er zijn hier geen draaiorgels, toch? 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 Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Thank God. Oh my God. There we go again. The Rickrolls. Dankjewel, Chrissy. Voor deze mooie draaiorgel. Mensen onder katsen, welkom. En bedankt voor het applaus, Henk. Heel erg bedankt. Yep, een Y-wissel. En daarom die 120? Serieus? Vanwege de wissel? Bijzonder. Ja, wellicht. Oh, we gaan weer de enkelspoor heen, of course. Een drive-by, vraagt Nick. U vraagt wij draaien. Dat doe ik zo meteen wel als we eventjes van het station wegrijden, denk ik. Maar we zijn eerst in Vienwalden. Blivius gaat dwars door Friesland. Ja, dat klopt. En straks nog door Leeuwarden.
Oh, geen dubbelspel, spoor meer tot aan Leeuwarden. Oké, okay, check, check, check. Hey, dankjewel René. Leuk dat je het leuk vond. Was ook weer een tijdje geleden dat ik in dat Euro Truck Simulator 2 had gespeeld, inderdaad. Alright, dames en heren, welkom op station Veenwalden. Ja, het is een klein stationnetje. Wat verwacht je op zich ook in het hoge noorden. Maar welkom op station Veenwalden. Nogmaals, als je eventueel feedback of opmerking hebt voor de route. De twee routebouwers, Matthijs en Soest, die zijn allebei... Die zijn overal, zijn ook aanwezig in de chat. Dus heb je feedback? Laat even wat feedback achter voor de routebouwers. Daar zijn ze blij mee. Of natuurlijk in de comments onder de YouTube video. Hi YouTube, alles goed? Hi mom! Ja, mensen, geef jullie de kans. Hè. Jullie kunnen allemaal hi YouTube zeggen. Die kleine stations zijn mooi. Absoluut. Zeker wel. Nee, ik denk in alle eerlijkheid, Matthijs, dat het gewoon aan de repaint ligt. Ik bedoel, want de sluitzijnen gaan ook niet aan namelijk. Dus ik denk dat het iets met wellicht de repaint te maken kan hebben. Anders zou ik het niet kunnen zeggen wat er aan het pootje is. Alright. Wij mogen rijden. Kom, dan gaan we tegelijkertijd of niet? We gaan tegelijkertijd. Koppel op een mouw. Een shout-out. Hoi YouTube, ik ben Koppel op een mouw. Subscribe niet op liefje, subscribe op mij. Ik heb een veel mooier YouTube kanaal. En ik spreek het ook nog voor je uit, koploper. Hoeveel effing reclame wil je hebben? Nee, het is geen teringstreek. Ik heb het voor de tijd zelf gelezen en ik lees het gewoon voor. Interesseert me helemaal niks. Ik gun iedereen wat. Even kijken, gaat het lukken? Ik ga het proberen. 130 max, yes. Even kijken hoor. Zo. Kan je wel kleiner? Oh, niet op de kop. Ja, bijna in beeld. Nee, niet die. Die. Oh, chips. Dat krijg je ervan. Zo. Mijn schuld. Kun je gewoon doorheen? Huppatee. Zo. Ja, precies, zo was het maar net, toch? René is bijna jarig. Hoeveel dagen moet je nog wachten, René? En in ieder geval alvast gefeliciteerd natuurlijk. Dames en heren, wij komen nu aan op station Hardegariep. Of Hardegariep, sorry. Please don't be broken. Oh, chips. Huh? Wat is dit dan weer? Waar zijn de bronzen hier dan? Huh?
Dat is pech. Perron weg. Oké. Okay. Maar, wacht even. Ik heb het pakket van Gert... heb ik gedownload... op de dag... dat ik de route van Matthijs heb gekregen. Is er in de laatste tijd... nog wat... bijgekomen dan? Nadat... Ja, toch? Ja, dan moet dat gewoon. Ik snap er oprecht niks van. Nou, wacht even. Ik ga even op pauze zetten, want ik wil natuurlijk wel even een station laten zien. En eventueel mijn... Even kijken of ik nog wat dingen recht moet zetten, trouwens. Kijken of alles goed staat. Volgens mij wel. Wat staat hier dan weer bovenin dan? Waarom staat hier zo'n raar kruisje? Ga weg. Zo. Alright, ik wil even aandacht geven aan het station, dames en heren, voordat we wegrijden. Ja, negeer dit dan. Dit is mijn eigen schuld dat ik een perron mis. Even kijken, zie ik hier dan ergens een melkflesje dan? Ah, ik heb hier wel een melkflesje. Ik snap er echt helemaal niks van. Echt niet. Nou ja. Anyway. Harde Gariep. Het vernieuwde station. Sorry jongens. Again, ik heb het pakket van Gert heb ik recent gedownload. Dus I don't get it. Really. Ja, Chris. En ja. Ik ben nu zelf een beetje helemaal door de war in ieder geval. Anyway. Laten we gewoon gaan vertrekken. Je hoort dus wel een perron te zijn, dames en heren. Nee, dat is het gekke, Mark A. TS-tools geeft bij mij niks aan. Ik heb TS-tools namelijk gedraaid voor... hoe dat? Om te kijken of ik alles heb. En TS-tools geeft niks van Geert aan. Kan ik TS-tools laten draaien trouwens, terwijl ik Train Simulator aan het... Je hebt het perron wel. Beats me. Ik snap er niks van. Ja, dat kan? Oké. Dit is trouwens wel leuk. Lekker dicht. Ja, ik vind het gewoon een beetje jammer, Matthijs. Ik had gewoon... hoe dat? Ik heb die dingen gedownload. Ja, dat is wel... dat is inderdaad zo wel. Ja, ik zeg maar, als ik gewoon iets mis, is het mijn schuld, anyway. Ik heb wel trouwens die patch van jou erop gezet, Matthijs, met die die je als laatste hebt gestuurd. En daar ook de bijbehorende assets, dus. Probeer eens rijdend af te koppelen. Niet in een preview scenario, Henk. Dat vind ik een beetje jammer. Alright, let's go. Lekker cruise control erop. En we kunnen lekker mooi door het bos rijden. Oh ja, we rijden zometeen in Leeuwarden binnen, toch? Of zijn we al in provincie Leeuwarden? Even kijken. We zijn toch nu al in provincie Leeuwarden, lijkt me, of niet? Of waar is de grens, laten we het zo zeggen? Ja, nu wel, hè? Yes, nice. Ja, dames en heren, dat is ook eventjes provincie Leeuwarden. Oh, zei ik... Wacht, zei ik provincie Leeuwarden? Zei ik echt provincie Leeuwarden? Oh my god. Sorry. Mijn fout. Ja. Nee, ik ben voor mij compleet in de war. Ik weet niet waarom. Moet je nagaan hoe groot de kennis van mij bij het noorden is, in alle eerlijkheid. De enige grens die we doorgingen was natuurlijk van... Nou ja, never mind then. Ja, klopt. Op de een of andere manier dacht ik dat... Oh jee. Let's go with Tito Omni.
Even wat pauze. De lady biedt een pak voor groene knuppels. Komend weekend dan bent wij weer wat van plan. Live en kram, dus tien zo bij als dikke bubbels. Ja, de zender giet weer aan. Op vrijdag ben ik weer aan de band te vinden. Ja, dan trap bij de watten dus weer les. Want Obama brengt bij iedereen. Daarom zijn we gewoon pauze, Kevin. Hier is copyright op. Probleem. Koning. Ter aan de laatste druppel. In ik de groene knuppel. Probleem. Koning. Het hele weekend nippen. De rouw met de lippen. Dankjewel René. Voor het poornemen lied. Ja, dat klopt. Die is inderdaad lang, maar dat heeft ook mee te maken dat, dat ik het zelf wel een leuk nummer vind. En tevens kan het op deze manier kan het prima. Hoe is dat? Kan ik het prima ertussenuit halen. Welkom in Leeuwarden, yes! De rust is wedergekeerd, yes! Achter de hoven is tegenwoordig toch weg. Na een tiental jaren. Serieus? Even wat meer pilaren bij de brug. Nou, ik kijk er zometeen wel eventjes naar. Leuk dat ik er toch in zit. Zeker wel. In 2020 gesloopt, ja. De Pools zijn meerderheid wel. Nou ja, dan kun je misschien nog voor wat oude scenario's kun je hem gebruiken, toch? Het station. Alright. Dames en heren, welkom op Leeuwarden. Kamegra-buren. Het lijkt alsof hij ooit een spoor omheen heeft gelopen vroeger of zo. Even kijken, mensen zijn nog wat over de brug. Omtrent wat meer pilaren. Ah, station Kamminghaburen. Hier schreeuwen Go SC Heerenveen Heights. Ja, misschien trouwens wel een paal in het midden of zo, ergens. Tenminste, ik weet het niet. Nee, mis ik hier weer objecten? Ah, come on, jongens. Wat miste dan, Noest? Miste hier een pilaar of... Op het station... Ja, ik zie... Ja, hier iets. Ah, werkelijk waar. Ik heb namelijk bewust niet veel van de route gereden, zodat het voor mij ook namelijk een soort van verrassing is wat er gaat komen en dat soort dingen. Zo. Oké. Pilaren wordt aangewerkt. Nice. Dan wordt Leeuwarden HS een heel kanaal, vrees ik. Ik laat onder TS tools eventjes checken, want ik wil toch wel weten waar het... U mag zo op Leeuwarden achter de hoven stoppen vlak voor een bordje 6. Dit is een stukje na het perron. Alright. Op naar station Leeuwarden achter de hoven West. Kort perron. Jee. Let's go.
Ja, Kort Baron moest 2 cellen doen, dus dat past niet. Oh. Dat is vervelend, maar niks aan te doen. Zo, even een beetje gaan remmen. Maar dat was vroeger ook zo, Jack. Ik moet even weg. Hopelijk kan ik straks terugkomen. Is goed, Daniel. Kijk maar even, joh. Oh, dit is zo'n opstelling. Wacht even. Oké, dus hier. Moet ik nog niet stoppen? Heel misleidend dit. Oh, dit is Oost? Serieus, ja? Oh, dit viaduct is trouwens... Of ik weet niet of het een viaduct is. Maar ik vind dit trouwens wel donders mooi, trouwens. Dit, Het is geen viaduct, of iets van een soort van... wat is dit? Leidingen zijn dit. Dit ziet er wel cool uit, trouwens, hoor. Industrie. Ik hou ervan, industrie. Moet even een mooi plaatje worden, toch? Hoppatee. Wat cool. Love it. Oh, chips, dit is klein. Oh ja, bakbotje 6 moest ik stoppen, hè? Oké, wacht. Gewoon bakbotje 6. Dus we moeten wel deels eraan voorbij. Moeten we deels eraan voorbij? Wat? Oké. Love it. Ja. Oké. Poah. Ja, het past wel. Dit is echt super kort inderdaad, ja. Goeiedag, hé. Nee. Wel leuk. Ik zet hem eventjes op pauze, dat we eventjes... Ja, dat is... Ik zei het, Matthijs, ik snap er niks van. Ik heb die lampen nou wel weer inderdaad, ja. En check dat bordje van Frits, richtingsbordje. Richtingsbordje? Moet je me even helpen, Matthijs? Ditte. Oeh. Leeuwarden. Achter de hoven. Leeuwarden. Zo. Dat is een flink traject. Was dat hier, Dominique? Die, nice. Altijd leuk van die oude botjes. Alright. Zet in van pauze af. Gaan we eventjes hier zo meteen wegrijden. Kan je her en der nog wel vinden. Nice. Alright. Laten we rijden naar ons eindpunt. Station Leeuwarden. Even kijken, is TS-tools ook... Waar is TS-tools gebleven? Oh. Ik denk op de achtergrond om ergens bezig. Ja, het zou bijzonder zijn als deze trein dat zou hebben, Ryan. Zo'n dikke tyfo. Oh, wacht, moet straks 60, hè? Monument. Voordeel van NG. Kun je een beetje misbruik van maken. Ja, je kunt hem downloaden als hij uitkomt. Wat is dit trouwens? Is dit gewoon een... Is dit gewoon een wijkje van Leeuwarden of zo waar je dan doorheen rijdt? Moet ik dat zien? Ziet er wel leuk uit, hoor. Wat leuk, joh, dat je gewoon door een wijkje heen rijdt. Leeuwarden stad.
ook wel leuk. Ik vind het altijd leuk als je langs dit soort wegen gaat rijden, weet je wel. Langs gewoon... vind ik altijd leuk. Weet niet waarom. Heb er gewoon wat mee. Oh. Ja, Henne gaat een beetje. Zo. Oh, hebben we toch een noodremmer gekregen. Niet op de overweg stil gaan staan. Vind je netjes. Ja, niet vragen om release, dames en heren. Jullie zien vanzelf al wanneer er iets vrijgegeven wordt. We gaan natuurlijk zometeen nog wel even rondkijken, hè? Heb ik hier ook alles? Ja, dat... Dat zeg ik toch? Ja, ik snap het zelf ook niet. Ik zei dat ik alles gedownload had. Alright, anyway, dames en heren. Laten we eventjes naar station Leeuwarden gaan kijken. Oh, staat er 3 minuten stil? Oké, okay, never mind then. Yes, station Leeuwarden, dames en heren. Nani? Nani? Even lekker vliegen. Ik weet niet hoe ver ik moet gaan kijken, hoor. Maar hier weer nog de Stedtler werkplaats. Ik denk dat ik tot hier moet gaan kijken, zo'n beetje. Hier weer nog een mooie werkplaats. Leeuwarden is leeg, weten we. Maar er is geen overkapping te verkrijgen in het spel. Dus houden we het even leeg. Ik dacht trouwens, Matthijs, dat de laatste patch die je mij stuurde iets met Leeuwarden te maken had. Oh, mag ik nog verder tot aan het viaduct? Oké. Tot aan hier, denk ik dan toch. Dit is wel een beetje de max, om het zo te zeggen. Oh, het busperron. Oké. Heb je een drone? Nee, ik heb gewoon een vrije camera. Volgens, gelukkig staan we zo lang stil hier, dus kunnen we nog eventjes kijken naar het busstation. Mooi busstation, do. Ja, dit hè? Wat staat... Ik dacht dat hier serieus een woord stond. Ik dacht dat hier een woord stond, maar het is gewoon A, B, C, D, E en de perron, zeg maar. Waarom moet ik goed kijken, Clip, meneer? Of waar moet ik goed kijken, laat ik het zo zeggen. Waar moet ik goed kijken? Jij zegt kijken is goed. Waar? Want ik zie namelijk heel veel dingen en ik weet... Nee, ik negeer de letters niet. Maar ik kan toch niet, als ik hierachter ga staan, zeggen van... Oh, kijk eens, wat zijn dit nou mooie letters, jongens? Oh, ze staan verkeerd om. Dat is raar. Het enige wat ik gewoon niet snap, is waarom ze van links naar rechts met de N beginnen. Begin dan hier met de A of iets dergelijks en eindig met de N daar, lekker in de verte. Van links naar rechts, van A naar N, niet van A, van, ja, je weet toch wat ik bedoel. Is dit bekend door de Julian vlog, ja? Dan is dat een van zijn vlogs die ik waarschijnlijk niet gezien heb, denk ik. Er gebeuren vreemde dingen hier inderdaad, ja. Je lijkt net de tweede stem uit de André van Duin, Bertus van... Oké, okay, Andy, dat gaat me iets te ver terug. Ik heb helaas niet alle shows van André van Duin gezien, helaas. Wat nu trouwens, OSRM? Moet ik een stukje rijden weer stoppen of wat is de bedoeling? Want hij zegt... Oh, hier. Oké. Okay. Goed gereden, meester. U mag nu even een korte pauze nemen hier in Leeuwarden. Hopelijk hebben u en uw reizigers kunnen genieten van deze preview. Hartstikke mooi, jongens. Hartstikke mooi.